Ja, vandaag weer een uitstapje net buiten het Scheldekwartier. Met enige fantasie zou je misschien kunnen zeggen dat dit ooit bij het Scheldekwartier heeft gehoord. We zijn hier op het terrein Baskenburg, bedrijventerrein. Wat lange tijd eigendom is geweest van de Koninklijke Maatschappij de Schelde. Die hadden dit als een soort strategische voorraad als ze nog verder zouden moeten uitbreiden dan de Park Hugestraat. Ik denk rond 1970 is de gemeente begonnen hier met de inrichting tot bedrijventerrein. En inmiddels sta ik hier aan de Mercuriusweg samen met Rens van Lieren, projectleider namens de gemeente Vlissingen. Die verantwoordelijk is, Rens, voor? Voor het hele rijlen en zeilen hier eigenlijk, wat de uitvoering doet. Ja, voor de verbetering hier van de Mercuriusweg. Klopt, ja. Kun je misschien eerst eens uitleggen waarom we deze straat nu aan het aanpakken zijn? We zijn deze straten eigenlijk aan het aanpakken in het kader van het geheel. Eigenlijk Baskenburg, een aantal jaren geleden, is al eerder de Industriestraat ook aangepakt. Ja. En nu stond deze straat op eigenlijk om te voorzien van een asfaltdeklaag. Ja. De vorige vergarding, ja, die was aan zijn eind. Er ontstonden eigenlijk gaten. Was gewoon versleten. Kuilen in, die was op. Ja. Dus dan is de keus eigenlijk snel gemaakt. Ja. We zijn dit nu aan het aanpakken. Het is best wel even lastig om hier te komen in dit gebied. Ja. Tot nu toe gaat dat goed, maar ik heb zelf al geworsteld, zeg maar, op dit stuk, waar op dit moment geen auto's rijden. Ja. Het duurt wel lang en de weg lag er hier wel, tenminste de tijdelijke weg, lag er wel erg slecht bij. Dat klopt. Dat zeker klopt, toen het geregend had. Dat klopt. En dat heeft ook zijn redenen. Zeg maar, de onderbaan die we eigenlijk aantroffen, dat betrof eigenlijk oude puin. Ja? Hele grove puin. En zoiets kunnen we er eigenlijk niet uithalen. Nee? Dus dat hebben we ook laten zitten. En daarmee was er ook nog het geval dat de grondwaterstand ontzettend hoog is. Dat is een tegenvaller, ja. Inderdaad. Ja. Dat hebben we al eerder gemerkt ook bij het vervangen van de waterleiding aan de andere zijde. En ook daar hebben we dus maatregelen moeten treffen om het grondwaterpeil lager te krijgen. Ja, maar dat betekent een vertraging, zeg maar, in precies de planning. Ja, ja. En hoe lang is die vertraging? Nou, de vertraging is nu eigenlijk uitgelopen tot een week of drie. Een week of drie, ja. Ja. Ja, eerst zou begin november klaar zijn, nu wordt gemikt op 29e. Oké, ik zie ze nu volop bezig. Nou, deze weg was deze week nog in gebruik, maar op dit moment zijn ze hier volop bezig. Dat klopt. Ik zie hier zelfs dat er een put is uitgegraven. Ja, ja, ja. Want aanstaande vrijdag brengen we alvast hier een stuk onderlaag en een tussenlaag aan van asfalt. Ja. Zodat het verkeer weer in twee richtingen mogelijk is. Okay. Vanaf de President Roosevelt-laan naar de neergang van de Lidl. De twee supermarkten die hier zitten, de Jumbo en de Lidl, dat trekt heel veel aan. Ja, zeker. Dus dan zijn we dat verkeer fijn kwijt en dan kunnen wij het resterende delen ook afmaken. Okay, dus als je nu om eieren gaat bij de supermarkt, dan komen ze weer heel thuis? Dan komen ze heel thuis, okay, ja. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, ja. Ja, wanneer denken we dat het hele werk klaar is? Zoals ik al zei, 29 november volgens de laatste planning. 29 november. Ja, ja. 21 en 22 november wordt het resterende deel van het asfalt aangebracht. Ja. En in 22 november, uit mijn hoofd gezegd, 's nachts wordt de deklaag aangebracht. Okay. En daarna is het hele werk klaar. Okay. Dan kan dit deel van Vlissingen er ook weer voor jaren tegen? Precies. Hoe lang moet zo'n weg dan weer mee kunnen? De levensduur is toch wel eigenlijk zo'n 50 jaar. 50 jaar, ja. Oké. Okay. Ja. En daarom wordt ook, zeg, met de ondergrond, we pakken eigenlijk alle aansluitleidingen die zitten direct ook op van de riolering. Ja. Zodat je er ook nooit meer in hoeft te zijn. Ja. Mocht het riool eigenlijk slecht worden, ja, dan is er altijd kans of de mogelijkheid om de buis te voorzien van een liner. Ja. En dan kan het weer jaren mee. Ja, nou ja, goed horen dat we daar ook al over nagedacht hebben. Precies. Oké, dan kunnen we er binnenkort weer 50 jaar tegen. Ja. En dan kan iedereen weer comfortabel zijn boodschappen gaan doen in dit deel van de stad Vlissingen. Ja. Prima. Oké. Succes met de uitvoering. Ja, precies.